kijkers en welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Oké, we gaan de Q&A opnemen eigenlijk van eergisteren. Voor jullie gisteren en normaal moest dat online zijn gekomen. Oké, Simon, hoe lang gaat de oorlog in Oekraïne nog duren en denk je dat Siena of Nigeria hier voor iets tussen zitten? Dat weet ik niet. En hoe lang dat de oorlog nog in Oekraïne gaat duren, dat weet ik dus ook niet. Waar zijn Doekie en Shifty? Ja, die hebben de Psycho TV team verlaten. Ik ga binnenkort nog wel eens kijken als ik nog eens met hun in gesprek kan gaan of zo. Misschien dat ze nog willen terugkomen, ja of nee. Misschien in de norm van, in de noemer van fan en niet meer als admin. Maar ze mogen nog altijd ook terugkomen als admin. Voilà, dan weten jullie dat. Als je terug in de tijd zou kunnen gaan, naar waar en wanneer zou je terug gaan? Wel terug in mijn schooljaren. Ik vond dat de leukste tijd van mijn jaren. Stinksmith, ho Timmy. 3AK Psycho, ben ik blij dat je de Q&A terug opgemaakt is. Ik zelf op reis ben geweest, eerst naar de Serieerse Riviera, supermooie stranden daar en lekkerste baklava van heel het Midden-Oosten. Daarna citytripjes gemaakt naar Bakhmut en Mariupol in Oekraïne. Echt waar, wat ze daar in de krant over schrijven, dat klopt niet. Het heeft mij 2 weken geduurd, maar nu ik helemaal bij weer in hele filmpjes gezien, dus vragen. Ik denk nog eens terug naar Syrië. Heb je zin om mee te gaan? Nee, ik wil niet naar een oorlogsgebied gaan. Ik weet hoe erg dat het klinkt, maar ik wil er niet naartoe gaan. Ik wil er geen drama over hebben. Oké, je hebt deelgenomen aan de Duivelfeest met de naam 666. Ik wist niet jij duivels aanbiedinger waren. Nee, ik ga heel graag naar de 666-land. En de 666-team is echt een hele mooie community. En die community mocht je ook niet echt kapot maken. Want dat is echt een en al grote familie. Tot zo zeggen. En die organiseren dan ook wel eens een publieke LAN-party. De zogenaamde 666 LAN Valhalla. Dus voilà. Als duivelsaanbieder. Je bent tegen iedere vorm van godsdiensten. Godendiensten of zoiets. Ik heb protestante zedeleer gevolgd. Dan weet je dat. De joden die doen een operatie bij kleine kinderen om ervoor te zorgen dat later in het leven ze een heel performante minnaar zijn. Daar kan je toch niet tegen zijn? Wat je daarmee bedoelt, ik weet het niet, Stinksmurf. Daar zitten een paar moeilijke woorden in. Zo gelijk performante. Ik weet niet wat dat juist is. Ik wil ook nu niet gaan googelen. Dat wil ik niet. Dus als je het beter kunt verwoorden, stel het dan gerust weer al binnenkort op Discord. Ik ga die topic ook binnenkort terug aanmaken. Ofwel ga ik die hier nu heel snel aanmaken. Voilà. Kopiëren. Dan ga ik dat hier Q&A. Nieuwe post maken. Titel. Dan volgende week zitten we de 29ste. 29 mei 2023. Q&A. Voilà. En dat is alleen maar nog de Q&A voor mijn eigen. Dus niet meer rond Bea of andere mensen. Jammer genoeg. Fuck. Ik weet niet meer waar ik mijn dingen heb opgeslagen. Mijn afbeelding van de Q&A. Ik heb redelijk wat foto's in mijn computer staan. Voilà, gevonden.
dan nog plakken. Dan de datums veranderen, dus 29 mei neem ik het op en op 30 mei komt het dan online. Is er 30 mei? Ja, er is nog een 30 mei. Voilà. Voilà. Ad server. Server owner. Voilà. En ad fans. Enter. Post. Alsjeblieft. Het is aangemaakt. Dus daar kan weer al eens lekker gepost worden. Yippie-ki-yay. Oké, dan. Welkom. Oké, dat is. En ze zijn er al aan het reageren, zie ik. Stinksmurf, eet je graag baklava? Dat is nodig voor als we samen naar Syrië gaan. Ik weet niet wat baklava is. Is Remers je echte naam? Ik nodig voor vliegtuigtickets. Zover gaan we het niet laten verlopen. Voor vodka ook goed als jij het tof vindt. We gaan dan voor naar Oekraïne, naar Syrië. Is oké? Nee. Ik ken iemand die noemen Fatima, maar is gewoon wit. Wat vind je daarvan? Ja. Dat is ook maar een gewone mens van vlees en bloed. Timmy, liever Fanta of Cola? Vraagt Simon. Dan kies ik toch voor Fanta. Dan Stinksmurf. Ik onpas en die opmerking. Liever Fritz Cola of River Lemon. Want mijn geld nu op Syrië en Oekraïne. Dure landen. Dat klopt. Ik leren kennen daar nieuwe vrienden. Vrienden bijna allemaal naam. Mooi met goede mannetjes daar, echt waar. Mensen, dat is geen vraag. Hier, als er een vraagteken bij staat, dat is een vraag. Echt account van Chrisje. Eet je liever sandwichen of boterhammen? Sandwiches eet ik liefst dan boterhammen. Dat geef ik eerlijk toe. Dan Stinksmurf. Jij hebt al genoeg vragen gesteld. Ik heb ook al genoeg vragen van uw kappen antwoord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vragen heb ik al van u beantwoord. Dus jammer genoeg, wat staat daar in de dingen? Max 5 vragen per Discord. Gebruikersnaam. Dus sorry Stinksmurf, je hebt redelijk wat gepost. Maar jammer genoeg lees ik het allemaal niet voor. Dan, Ammarpoot. Waarom jij mijn zoon aap noemen tijdens stream? Ik betaal voor psychologsken. Allemaal door uw zever. Als dit nog één keer gebeurt, zet ik integraal een stapje binnen het politiekantoor om de hoek. Dan moet je dat maar eens doen. En je moet mij dat maar dan eens ook eens duidelijk maken waar. Voilà. Dan, Benny. Hey, Dimi. Waarom hou jij je fans voor de gek? Hoe bedoelt je fans voor de gek houden? Dat vraag ik me dan ook wel weer eens af. Hey Dimi, waar kies jij voor, democratie of communutie? Wat die twee woorden betekenen, I don't fucking know. Wat is democratie en wat is een communutie? Leg mij dat eens alsjeblieft eens uit. Ik ga even ook nog spammen, dus ik heb nu even gewoon gespamd. 5 vragen per gebruiker, hé. Pas op, want jullie zitten er snel aan. Voilà. Dan ga ik verder met mijn vorige Q&A. Voilà. Dan. Heb je Steven Noppen. Waarom ben jij altijd boos als wij de waarheid zeggen op Discord?
Ik ga sowieso één ding zeggen van de waarheid of geen waarheid. Ik ben het gewoon beu hoe jullie mij soms ook behandelen op Discord. Mij als een klein kind behandelen. En wel, ik heb nu ook even een stap teruggezet op de hoofdchat, de algemene chat. Daar kom ik even niet meer op. Mijn admin team kan mij perfect nog altijd bereiken in de admin kanalen. Voilà. Heb jij al een nieuwe job op het oog? Nee. Wanneer ga je een nieuwe auto kopen? Wel, dat ik het nog altijd niet weet, Steven Noppen. Start je auto nog altijd zo slecht? Ja, dat geef ik eerlijk toe. Ben je vandaag gaan tanken? Vandaag, wanneer dat ik deze Q&A ben aan het maken? Nee. Hoeveel graden is op je appartement nu momenteel 21 graden? Zo, voilà. Steven Noppen, ik heb al je vragen ook alweer al beantwoord. Voilà, en dan. Scorita. Even kijken als die een vraag heeft gesteld. In welke dorp ben je geboren? Ik ben niet in een dorp geboren, maar in de stad Hasselt ben ik geboren. Wat is je moeder haar voornaam? Rut, R-U-T-H. Wat is je naam van je eerste favoriete huisdier? Ik heb nog altijd geen... Ja, ik heb nog geen echte huisdier gehad. Dus ik kan daar ook geen naam dan op plakken. Wie is jouw favoriete superheld? Dat heb ik niet echt. Een superheld die echt voor mij een favoriet is. Nee, dat heb ik niet. Dat geef ik ook eerlijk toe. Wat is favoriete eten? Eén woord. Ja. Macaroni! Wat is je favoriete kleur? Wat denk je? Het zit hier helemaal rond mij. Rood natuurlijk. Dan, ik heb nog één vraag nog. Wacht. 1, 2. Ik heb 2 niet kunnen beantwoorden van u, Scorita. Wat is je favoriete cartoon uit je jeugd? Awel, Kwik, Kwek en Kwak. Van Donald Duck. Waar vloog je het eerst heen op een vliegtuig? Dat was naar Spanje toe met Rollercoaster Friends. Voilà. Dan de echte accountje van Chris. Je hebt ook al 1 vraag gesteld. Dus daar ga ik ook jammer genoeg nog 4 vragen kunnen beantwoorden. Hoe komen de wolken in de lucht? Dat komt omwille van de opwarming op het water. En het water gaat dan ook verdampen. Die verdamping, dat gaat omhoog. Dat stijgt helemaal omhoog naar de hemel toe. Naar dat blauwe gedeelte van de lucht. En dan als dat een bepaalde hoogte bereikt, daar is het dan ontzettend koud. Dan ontstaan daar wolken mee. Zou jij op de zon durven landen? Nee, veel te warm. Ik kan niet tegen, echt te goed tegen warmte. Kan ik echt niet tegen. Wat is fotosynthese? Dat ik het ook niet weet. Dus we gaan nog 1 extra vraag erbij opstellen. Ga je soms eens lekker uit de bol op een feestje? Dat durf ik wel eens, ja. Dat durf ik wel eens. Dus volledig eens uit de bol gaan op een feestje. Ja, dat durf ik wel eens. Hoeveel cactussen heb je in je huis? Wel, ik zal heel eerlijk zijn, 0. Voilà, bij deze is het ook alweer al beantwoord uw vragen. Sorry, ik beantwoord maar 5 vragen. Voilà, Sam. Dit waren dan de vragen van de Q&A op Discord. Wel, nu is hier de intro van... Zo, jullie hebben nu gezien waar ik nu aan toe ben beland. Dat is de Q&A van YouTube. Maar deze stukje ga ik ook nog heel anders aanpakken. Ik heb jullie hulp nodig.
Laat in de reactie weten welke favoriete soundboard willen jullie horen. Dit is nu nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Komt-ie dan, hè? Ja. Was ook weer een goeie voor een volgende vraag. Onnoezel manneke! Ja, onnoezel manneke. Dat was nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nummer 8 was dat. Nu gaan we naar nummer 9. Dan gaan we door naar nummer 10. Nummer 11. Hit you one and it'll get you down. Little down the one bit. It hurt you. It'll get you down. It'll stand you by. It'll let you run. It hurt you. Of nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nummer 12 dan al. Nummer 13, de samba. La 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 la. Of Tension Moments. Dat is nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nummer 14 al. Dun, 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 dun. Dat is zo'n spannend moment van wat gaat de volgende vraag nu zijn? Deze vind ik wel niet kunnen. Ja, dus geen soundboard bedoel voor een volgende vraag. Luister maar. Ja, voorzichtig op de baan, hè. En deze ook niet. Oh, wat een mooi kontje. Oh, wat een mooi kontje. Voilà, daar waren de soundboards. Welke vinden jullie dus het mooiste? Deze ga ik nu gebruiken voor deze Q&A. Deze. Voilà. We gaan eens beginnen nu met de Q&A van YouTube. 1567. Emails Pro Viewbot heeft de eerste vraag gesteld. Letterlijk alles wat jij kocht hebt in de winkel bevat suiker. Proficiat maat. Ah wel, ik ga u eerder dingen zeggen. Ik gebruik nu ook de AirHub. Daar zit heel veel water in. Ik drink het dagelijks nu. Met een aardbeiersmaakje. Kijk maar. Voilà. Zo, ja. We gaan door dan naar de volgende vraag. Ik ga kijken als ik ook mijn browsergeluiden wat stiller kan zetten. Even kijken, hè. Volume mixer openen. Ja, die kan ik ook wat stiller zetten. Voilà, die zet ik op 50% nu. Voilà. Dan zitten we bij Alivator. Bij mij thuis noemen ze muizenkeuvels helemaal anders. Genaamd Voevertrolletjes. Wat vind je van deze naam? Ah, wel, heel, heel, heel grappig. Echt waar, ik vind het echt heel grappig. Hoor, dat wel.
Benny de slimste. Hey Dimi, Thomas ligt niet in Kern, maar in Kuringen. Ik ga sowieso één ding zeggen, echt waar mensen, hoe vaak moeten wij integraal Dimi zijn leugens blijven aanhoren? Dat was dus een vergissing. Ik heb het nu dus gekookeld. Thomas, die ligt op de Kuringense Steenweg 394-3511 in Hasselt. En die is, de openingstijden zijn, maandag van 9 uur tot half 7 s'avonds. Dinsdag van 9 uur tot half 7 s'avonds. Woensdag van 9 tot half 7 s'avonds. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn dat allemaal dezelfde uur. Behalve op zondag, dan is het maar open van 9 uur 's morgens tot 6 uur zelfs. En niet tot half 7. Dan sluiten die een half uurtje vroeger. Zo, voilà. Bij deze. Alivator, noem je wandelmaatje eens gewoon Chris. Dat is nou echt niet waarom je haar altijd maatje noemt. Omdat dat mij een goede maat is. Ja, mag ik dat zo haar dan niet noemen? Ah, oké. Daar zeg ik dit op. Oké. Alivator, oh. Uw ketchup... Uw ketchups moeten wel in de koelijskast. Hé, zotteke. Ik eet het liefst graag op kamertemperatuur, mijn ketchup. Echt waar, ik drink dat echt heel graag op kamertemperatuur. Dan weet je dat. Waarom gaat jij niet mee naar de zee? Ik ga binnenkort wel eens naar de zee toe, dus ergens in juli of in augustus, als ook de Q Beach House er staat. Die ga ik dan ook integraal een bezoekje brengen. Dan Seb en Bea dan. Bea is gewoon niet meegegaan naar de zee toe. Dat was gewoon een onderontje tussen Chris en mijn schuinsbovenbuurvrouw Cindy. E-mail. Jij kunt letterlijk alles wat je hebt gekocht in die kast steken. Letterlijk niets gezonds gekocht, maat. Ik weet het. Maar ik drink nog altijd de erp. Dan zitten we bij Radio 777. Saaien. Oké, dan ben ik maar in de saaien. Seaman, Dimi, jij bent het mij omdat ik op de verkeerde gif duw door mijn dikke vingers. Dat doet jij dus met uw fans. Verkeerde afbeeldingen horen niet thuis in de chat en worden automatisch ook verwijderd en word je ook automatisch gewaard en daarna gekikt. Zo, dat waren de vragen van de Q&A vlog 1567. Nu gaan we door naar vlog 1568. Daar zijn in totaal 5 reacties opgekomen. De eerste reactie is van Seaman. Haha, Dimi, die soundboard is erg grappig. Dankjewel, ik gebruik het integraal. En zeker deze. Dat is een van mijn favorieten. En dan zegt... Dan e-mail pro viewbot 3613 leugen. Eens even luisteren. Ho, ik eet niet veel eclairs, dat klopt. Ja, ik ben even iemand aan het beantwoorden die even iets heeft gezegd op Messenger. Oké, dat was geen leugen. Ik eet tegenwoordig minder eclairs dan vroeger. Dat geef ik eerlijk toe. Ik eet al pak minder eclairs dan vroeger.
Dan zitten we terug bij Emil. Opnieuw 13,56. Lol. Wat vind je ervan dat je fannetjes zeggen dat je woordjes van het... Ja, oké. Okay, dus daar ga ik dus niet op in. Dan gaan we terug naar de volgende vraag. Emil Pro Viewpod. Slim mens op de wereld hier. Slimste mens op de wereld hier. Hoeveel is 2 plus 2 min 3 plus 3? 2. Want dat je gaat eerst naar min 1 en dan plus 3 is, 3, is 2. Voilà. Dat heb ik dus heel goed uitgerekend, Emil Pro Viewpod. Dus ja, ik ben slim. Dan... Emma, dit is de laatste Q&A ooit volgens Team 3. Like mijn comment als je wilt dat de Q&A blijft bestaan. En er zijn 13 likes opgekomen op zijn comment. 13. Mensen, je weet toch dat ik dit niet kan laten. De Q&A zo beantwoorden. Ik probeer nu ook wel vragen er tussenuit te filteren die eigenlijk niet zo echt goed horen. En al... Dus ja. Voilà. Dus iets heel leuks wat ik doe en ik wil dat het blijven doen. Dan. De volgende Q&A. 1569. Daar zijn in totaal 12 reacties op gekomen. De eerste reactie is van... E-mail. Waarom staat daar een kluis? Die kluis heb ik nog nooit meer kunnen openkrijgen. Dank u. Benny. Hey Dimi, ik ga een bodemonderzoek laten uitvoeren op mijn grond. En als wij kunnen aantonen dat er resten van olie of dergelijke gevonden wordt dat afkomstig is van uw boelke, dan laat ik integraal de grond saneren op uw kosten. En de overheid lacht daar niet bij. Echt waar, mensen, bij deze, voilà. Ben je de slimste? Je doet maar! Nog een keer! Ben je de slimste? Hey Dimi, hebben ze jou geen manieren geleerd? Ik zie dat jij mes aflikt en dan daarna terug in de chocopot terug ingaan met dat mes. Ik ga je één ding zeggen. Wat als jij karonen hebt en iemand anders ook van uw choco eet? Echt waar, mensen, dit is integraal weer een bewijs dat Dimi in zit met de medemens. Voilà. Ik ga je eerlijk één ding iets zeggen, ben je de slimste. Hier eet niemand anders dan ik alleen Nutella. Die Nutella pot zal niemand anders er aanraken. Dan weet je dat. Bonnie Crusher eerst afspoelen. Dat klopt. E-mail. Bea heeft letterlijk zelf de 2 de server gemaakt. Dus waarom zit je op ons te kakken daarvoor? Bea is even schuldig hoor. Bea heeft het mij niet laten weten dat er een tweede Discord server was. Ik ben dan door iemand anders er te weten gekomen. Wie? Dat laat ik in het midden. Omwille van dat ik geen namen in mijn vlog wil vernoemen om ruzies te vermijden. E-mail. Wie zegt er dat we met jullie lachen? Dat is compleet leugen. Was het fullscreen? Nee, fullscreen was het niet. En ik ga daar ook weer al die naam die dat ons heeft gezegd, zwijgen daarover. Meer zeggen we er niet over. Iemand heeft ons gewaarschuwd. E-mail. Hoeveel keer heb jij die eigen fles van 100 euro al gebruikt? Hoeveel drink je dan zo ongeveer per dag als je hem gebruikt? Ik vul deze per dag dus 2 keren. Dus hier gaat dus 850 milliliter in. Dus dat betekent dat ik dus een 1600
1700 milliliter per dag, dus echt letterlijk figuurlijk water drinkt. Maar door die geurpotje denk ik dat ik nu ABS Mike aan het drinken ben. Oh mannetjes, dat komt zo rechtstreeks terug weer al in mijn neus. Dus ik drink het echt heel veel en je moet ook gaan rondvragen als je iemand kent, ook van mijn wijk in Globachem. Ja, die zien mij deze ook al gebruiken. Normaal gezien heb ik nog nooit water gedronken op mijn werk. Ik heb nog nooit een thermosflesje of zo meegebracht naar mijn wijk toe voor water te drinken op het wijkvloer. Nee, dit is de allereerste keer dat ik dat altijd al aan het gebruiken ben op het werkvloer. Voilà. Emma, waarom zeg jij, ik zie jullie zelfs terug op het einde en dan is het gedaan? Is dat waar? Oei oei, heb je dan ergens een foutje gedaan? Even luisteren. Oei 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 oei, eerst is daar reclame. Zal ik eens nu luisteren? Naar binnen toe, we gaan dan een beetje naar familie kijken. Ik ben even nog in de gaten aan het houden waar die auto achter mij bezig is. Mag ik al uitstappen? Wacht nog heel eerlijk. Is. Ik weet dat het hier de auto is aan het worden. Waar of niet? Ja, maar ik kan me soms heel moeilijk geven voor mijn zonnestuk van voor. Ja, voilà. Mensen, ik zie jullie zelf aan het werk. Ah ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je weer al integraal gelijk in, Emma. Dat is een foute afsluiting. Sorry, goed opgemerkt. Dan, mooi gras kapot aan de gebouwen, hoor. Vind dat niet kunnen, integraal. Ja, dan, dat is jouw mening. Er staan nu weer al andere auto's al weer op het gras. Mijn staat op de parking, mijn auto. Integraal, voilà. Van Brothertoes, 2242. Excuseer. Dat ik op een ander onderwerp begin, maar ik wil nu. Ik wil er niet meer over hebben, over Discord. Of... Ja. Dan moet je dat BEA ook respecteren. Dan Brothertoes. Hallo Kroket, die chauffeur ben ik. Wie rijdt er nu ook 50 op de Jordijnstraat? Oh, veel auto's. Echt waar, veel auto's. Ik heb er ook al veel tegengekomen die daar gewoon 50... Zelfs die daar soms 30 rijden. Echt waar, mensen. Dus de Jordijnstraat, daar moet je 70 km per uur rijden. Maar soms kom je daar mensen ook tegen die 50 of 30 km per uur rijden. Dus let er ook een klein beetje op. En let er ook een klein beetje op, daar kunnen ook wandelaars en fietsers die daar niet eigenlijk thuis horen, die kunnen daar ook eens tevoorschijn komen. Dus let alsjeblieft op die straat. Simon, Dimi, wat is er zo leuk aan een dure waterfles? De omhoog van je drinkt water, maar je denkt dat je dan echt AB-smaak aan het drinken bent. Zo gelijk Grenadine of zo. Voilà. Dan gaan we door naar vlog 1570. 1570. Maar integraal ga ik nu ook de vlog van gisteren nog heel snel nog in de upload gooien. Voilà, zeg, klik. Voilà, vlog zoveel. Hoeveel was het? Ik weet het niet meer. Even kijken. Vlog 1575 staat nu in de upload. Voilà, zeg, klaar. Volgende. Ik wil daar inkomsten genereren. Klaar. Volgende. Helemaal naar onder scrollen. Klassificatie indienen. Volgende. Plannen. Om 19 uur wil ik dat die online komt. Dus dat is heel mooi op tijd dan. Ik heb haar heel veel geluk. Dus het is binnen 28 minuten online. En binnen 29 minuten is het 7 uur. Oeh, dat wordt een nipte. Dat gaat echt een nipte worden. Ja. Voilà, ik ben ook nog een vlog aan het aanpassen.
Twee floors ben ik even aan het passen en dan ga ik terug verder met de vragen. Ja, met de vragen. Voilà, ik heb terug door nu met de vragen. Waar zijn we dan beëindigd? Jawel, bij vlog 1570. Vijf reacties. Ben ik de slimste? Hey Dimi, jij liegt integraal weer tegen jouw fans. In kern ligt in er integraal geen kwik. Eetwaar mensen, laat jullie niks wijs maken door Dimi. In kern ligt er toch wel een kwik? Nu ga ik het ook eens opnieuw zoeken. Kwik, Hasselt. Dus even kijken. Ah, dat is ook weer al in Hasselt. Op de Kuringen Steenweg 489 3511 Hasselt. De openingstijden van die kwik is van maandag tot en met zondag van 10:30 tot 11:00 s'avonds geopend. En de drive-in is geopend van 10:30 tot 11:00 s'avonds. En levering is geopend van 10:30 s'morgens tot 10:30 s'avonds. Dankjewel, voilà. Dat is de informatie over de kwik. Emma, lekker gezond zo water drinken met die airhub. En dan volduwen met kwik. Ja, ik weet het. Maar ik moet mij dus integraal eens binnenkort nog eens gaan wegen. En dan gaan jullie nog eens horen hoeveel dat ik weeg. Dat ga ik zeker binnenkort eens doen. E-mail. Ik geloof als uw ontbijt elke dag hetzelfde is als gisteren. Oei, weer al reclame. Hier is nog opnieuw reclame. Overslaan. Ah, dat ik weer een maagpijn heb. Ja, oké. Geef gelijk, e-mail. Dan opnieuw e-mail. Dimi, ik heb het uitgerekend en die bots gaan u zo een 3 euro per dag kosten. Dat is 90 euro per maand. Dat kan jij nooit niet betalen, maat. Je zal dus moeten stoppen met die bots of stoppen met frisdrank te drinken. Met zo'n ene pot kom ik 2 dagen mee toe. 2 tot 3 dagen. Pak 3 dagen. En met zo'n één frisdrankfles kom ik maar met 1 dag mee toe. Dus, breng het maar eens uit. Wat nog altijd het goedkoopste is. En een drinkfles, ook van de merk, de huismerk. Of zo'n AirPod. Voilà. Dan hebben we nog Emma. Sorry, maar jij gaat niks regelen met Q-Music. Dat is weer allemaal zever. Weet ik nu al, gaan we nooit iets van zien. Ik heb eens een geweldig idee voor Q-Music. Eigenlijk voor Tom de Kok. Alleen ben ik nog allemaal aan het berekenen hoe duur dat allemaal gaat kosten. Ik wil diamond painting gaan doen. Diamond painting, dat zijn zo van die kleine dingetjes, diamondjes, waar je zo kunt plakken op een mat. Waardoor dat je bijvoorbeeld gezicht, ja, eigenlijk eigen foto's daarop kunt maken. En dan puur met parels. En dan kun je dat heel mooi nog inkaderen. En daar wil ik wel eens gaan doen voor Q-Music. En ja, alleen moet ik bezien hoe duur dat allemaal gaat zijn. En ik heb daar ook wel hulp bij nodig, want met diamond painting ben ik niet ervaren. Ik ben daar geen prof in. Dus als iemand diamond painting kan, laat mij het weten. Ik zal het zo zeggen. En dan komt wel Q-Music allemaal weer goed. Goed van de pas. Zo gaan we door naar vlog 1571. 15 reacties.
Ben niet de slimste. Hey Dimi, jij zegt dat je een partner mist met kinderen. Als die kinderen integraal een mentale achterstand hebben, hoe ga jij daarmee om? Het zijn ook gewoon kinderen van vlees en bloed, dus ik zal daar ook zorg ook voor dragen. En ook luisteren naar die kinderen, wat hun nodig hebben. En hun wensen ook dan te proberen zo goed mogelijk te vervullen. Hey Dimi, gaat... Dus of, van Benny de slimste nog, hè? Hey Dimi, jij waart aan het wachten op Chrisje. Was zij op dat moment de natuur aan het bevuilen met pipi achter de bosjes aan het doen? Hè? Hoe? Nee? Totaal niet. Totaal niet. Want Chris wildplast niet. Voilà, dan weten jullie dat. Dan Prolaps. Ik, mijn mama, jouw video laten kijken en zij zeggen, jij mooie jongen, proficiat Edith, groetjes echt waar. Dankjewel. Dankjewel, Prolaps. Dimitri, ik heb deze vlog nu al 6 keer bekeken en krijg er maar niet genoeg van. Blijven wandelen, alleen ik vind, en dat moet je weten, dat 16 kilogram is niet zo'n lange wandeling. Wanneer je eens een probeert 50 kilogram, minimum big boy wandeling, AIP groetjes, echt waar. Kilogram, kilometer, oei, ja, daar zat een foutje in de dingen. Ik ga dat even gewoon aanpassen. In mijn titel, ga daar gelijk in. Kilometer, meter, voilà. Het is aangepast. Oké, dan gaan we door terug naar de vragen. Ja. Benny, hey Dimi, jij waart. Die hebben we al gelezen. Oh, wacht. Die is even aan het laden, de website van YouTube. YouTube laat het even afweten. Ik heb een F5 gedaan. De nieuwste eerst. Oké. Dan kunnen we weer al verder. Het leven gaat al veel te snel. Jij gaat de reclame niet laten afspelen. Dank u. Dan zitten we weer al bij Benny. Hey Dimi, jij zit te zeveren over de natuur. Wat wij wel en niet mogen doen. Terwijl jij de natuur voor jouw voordeur helemaal naar de... rijdt met uw bullekind. Ik doe dat niet alleen. Echt waar. Daar ga ik dus niet meer over praten. Dan opnieuw. Benny de slimste. Hey Dimi. Ik heb jouw nummers gebruikt voor mijn lotto in te vullen. Ik heb helaas niet gewonnen. Ik eis bij deze integraal 7,50 euro terug voor de foute nummers die jij ons gaf. Voilà. Als jij die nummers gebruikt, dat is op jouw eigen risico. En ik zal u daar niet voor terugbetalen. Dank u. Hey Dimi, dat boeit niemand, die knooppunten. Echt waar, ik ga jullie één ding zeggen. Als Chrisje bij Dimi is, dan zijn de vlogs integraal saai. Bij deze, dat is jouw mening. Want Radio 777BE, die zeggen het tegendeel. Zo, meer vlogs. Dankjewel, een hartje voor hem. Boterhamvlogs, zeg je er ook weer op bij voor de comment. Dankjewel. Ik ben blij dat je terug bent. Je bent zelf een aap. Je had gezegd dat die regels pas volgende week ingingen. Dus jij bent de opper-oera-oetang. Ben ik eerlijk in bij deze. En dan zie men, heeft daarop gereageerd. Oera-oetangs zelf slimme dieren. Dus denk Dimi eerder koe.
Dankjewel, Simon en Potter en Flauw zal mij zo uit te maken. Maar dat geeft niks, dat zijn jullie eigen meningen. En nu heb ik... Staat er iemand aan de bel? Zo, ik ben hier terug. Ik ga jullie één ding iets laten zien. Wat ik heb aangekregen. Daarbij... even kijken. Ik heb het hier in mijn zak steken. Voilà. Dus dit is aangekomen. Waarom laat ik deze kant zien? Dat aan de voorkant daar staat mijn adres waarschijnlijk op. En ik heb even kijken. Of toch niet. Dus daar staat geen adres op. Wat heb ik gekocht? Jawel. Ik heb het nodig, hè, mensen. Scheermesjes. Dus die kan ik gebruiken. Doe ik er al even mee toe. 24 stuks in totaal. 24 lijsten dat ik ging krijgen, maar het zijn maar 24 stuks. Dan, het volgende wat is aangekomen, is, jawel, ik ga niet meer in het donker kunnen douchen. Nee, dat gaat niet meer. Want, hier zat dus de douchekop dus in. Dus, tada, hier het licht van de douchekop. Ik zal het dus ooit eens filmen, als ik... Als ik s'avonds eens ga douchen, dan moet ik het jullie wel laten zien. Voilà, dan weten jullie dat. Oké, dus dat was gewoon de bel van mijn parlofoon. Moet, zeg, als je niet rap bent, ik had wel uw, het had er wel binnenkort wel iemand op uw pakje. Dan was ik wel heel snel onder. Voilà. Dan gaan we terug door met de vragen. Radio 777, zo, dus die hebben we beantwoord. Kan je in je vlog eens uitleggen geven over al je wedstrijdtrofeeën? Dat heb ik al regelmatig al gedaan. AIB niet weer. Ik wil niet weten, hij achtste is geworden bij het bowlingen. E-mail, dat klopt. Dan moet ik eens graven in de oude vlogs. Dat klopt. Als ik het... Ik zal het nog eens ooit nog eens één keer eens opnemen. En die ga ik dan ook bowling trofeeën noemen. Of trofeeën. En dan als je dan bijvoorbeeld op mijn YouTube kanaal komt. En je wilt weten wat die trofeeën zijn. Dan zeg ik, kijk, zoek op het woordje dan trofeeën. En dan ga je dat ook dan vinden. Voilà. Dan Seaman. Zijn dit de winnende lottogetallen van volgende week? Ik weet dat niet. Ik heb maar gewoon wat rondom getallen gezegd. Seaman, bedankt voor de wandelvideo, Dimi. Dit wordt weer 34 minuten genieten met een warme choco. Ah wel, dat is een hele mooie comment en daar hou ik van. Dat ik zo ook zo leuke vlogjes kan maken met wandelen. Dan zijn we door naar vlog 1572, mensen. 1572. E-mail. Daarvoor hoef je niet moe te zijn, hoor, Dimi. Huh? Alle oksels verdienen onze prestaties. Oei, alle oksels. Oké, alle oksels, hè. Alle oksels, hè, mensen. Alle oksels. Halleluja. Ja. Huh. Ja, ik ben niet aan het wachten tot die reclame voorbij is. Je patrie. Dat achteruit. Als ik vermoeid mijn spraak. Dat achteruit. Als ik vermoeid word, kan ik ook niet meer goed praten. Ah, daarover had je het. Jawel, als ik moe ben, dan heb ik wat moeite met mijn zinsbouwen. Allee. Oei. Ik dacht dat mijn soundboard kapot was, maar blijkbaar niet. Dan e-mail. De wandelvlogs zijn niet super. Het zou beter zijn als je enkel een stukje in de vlog zou laten waar je praat tijdens het wandelen. Zou al een stuk beter zijn. Ik steek al
praatstukjes in met beelden, dus waar ik dan ook wat uitleg geef van op dat moment wat ik dan ook zie. Chrisje zit de hele tijd de vlog te storen met haar gsm-geluiden. Plus, ze maakt ook geluid terwijl ze zelf nooit niet in de vlog wil komen. Dit kan gewoon niet, mensen. Dat kan wel, mensen. Ah, die ping! Ja, oké. Hey, mensen, als jullie dat irritant vinden, sorry, hè. Echt waar, mensen. Echt waar, echt waar, echt waar. Dan de volgende. Altijd als Chrisje bij jou is, zijn de vlogs integraal saai en saaier. Dat is niet waar, Benny. Echt waar, ik probeer er nu ook al een en ander van te maken. Dankjewel. Wandeling saai. Geluid loopt weer niet goed. Slecht. Zou u liever meer zien eten zoals die 20 hotdogs die jij ging maken? Moet deze vlog integraal een duimpje omlaag doen? Wel, als jij een duimpje omlaag doet, dat is jouw eigen mening. Dan gaan we over naar vlog 1573. Ben niet de slimste, uw beeld en geluid komen niet overeen. Jij blijft maar een kleine vloggerke. Ja, oké, als je dat zo vindt, dan is het maar zo. E-mails Pro. Beter heb je die steen teruggelegd, maat. Wat zit jij de natuur te verstoren weer al? Ja, ik was vergeten die steen terug daar te leggen waar die lag. Oké. Maar als je wandelt, dan verplaats jij ook stenen. Voilà. Dan de volgende. Oei oei, 3644, beste stuk van de vlog. Oei oei, dat wil ik wel eens weten dan. Ah, dat het gedaan is. Ja, oké. Ha 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 ha. Chucky Fom. Dan, volgende. Chrisje in beeld. Dat klopt, Chrisje in beeld. Fuck. Dat is goed dat je dat zegt. Die moet ik er nog gaan eruit halen. Maar dat is heel snel gebeurd hoor. Ik kan dat heel snel doen. Maar eerst de reacties verder voorlezen. Dan. Oh fuck, waar ben ik mee bezig? Waar ben ik even mee bezig? Oké. Okay. Dan de volgende vraag. Jij hebt waarschijnlijk weer naar Terlamen gereden, zeker met uw auto. Dat is 1 uur heen en 1 uur terug. Dat is goedkoop voor Chrisje haar portemonnee. Denk je dat wij niet zelf in de kosten delen? Voilà. Kan Chrisje AUB niet praten in de vlog? Ze wil er niet in voorkomen, dan moet ze ook niet praten. Is al meerdere keren vermeld geweest. Kan je dit dan ook eens duidelijk zeggen tegen Chrisje? Nee, dat ga ik niet zeggen tegen Chrisje. Als Chris wil praten in mijn vlog, mag ze dat ook doen. Die verbetert mij ook telkens keer. En daar ben ik haar ook niet 100% maar 1000% dankbaar voor. En als jullie daar niet tegen kunnen, hoepel dan maar op. Dan e-mail. Wat is uw beste eigenschap naast liegen? Lief zijn. Echt waar, lief zijn. Dank u. Heel, heel, heel lief zijn. Dus even aan het laden voor naar de volgende vlog te gaan. Hè? Video wordt verwijt, probeer het later opnieuw. Hè? Wordt die al verwerkt? Oei, oei, oei. Ja, die is, ja, oké, okay. Ja. Dan, 1574, vlog. Dan gaan we door naar, jawel. Oh, ik wil nog eens, oh, daar wil ik wel ooit eens terug naartoe eens gaan, hè. Fantasialand, echt waar, dat kan ook wel eens leuk zijn. Vlog 1574.
Ben je de slimste? Kan die lui hen van Chris haar boel niet zelf opruimen? Wat ik ook nog vanavond ga doen, is hier helemaal nog alles gekookt. Ik heb de koffie op. Dus nee, ik doe dat graag en dat maakt niet uit. Voilà. Dan opnieuw Benny. Hey Dimi, jij kunt toch onzin vertellen? De 2 seconden regel telt voor de afstand die tussen je voorligger moet laten. Echt waar mensen, ik zeg jullie één ding. Luister integraal nooit naar de leugens die Dimi ons probeert wijs te maken. Voilà, bij deze. Ik ga sowieso zeggen, de 2 seconden regel die gebruik ik altijd omhoog van dat je tussen moet laten tussen je voorligger. Dat klopt. Omhoog van, dat is ook je reactiesnelheid. Als je op de rem drukt, dat je ook dan op tijd nog kunt remmen. Dat je voldoende afstand neemt van elkaar. Deelt jij nu ook al bams op de snelweg uit? Bam. Zet je ook aan het rijden? Ah. Ik heb dat gewoon gevraagd als bam daar op die snelweg aan het rijden was. Die mens die ook op mijn Discord server zit. Dus bijvoorbeeld, waar was meer? Oh. Zou ik dat niet horen, hè? Zit die dan... Jawel, die zit toch nog... Ja, BAM 2020, die zit toch op mijn Discord server? Voilà. Dan, daar ben ik. Ik wil ook nog sowieso nog een shout-out doen naar Ribbert. Dankjewel voor het er ook nog altijd voor te zijn voor mij. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Gaat jij nu tegen de mensen integraal zeggen hoe dat ze moeten rijden? Jij die overal voor problemen zorgt op de weg? Ja. Dus ja, ik heb er gewoon uitgelegd hoe ik voorbij steek, welke snelheden dat ik altijd aanhoud, noem maar op. En dat vind ik soms wel eens leuk om in een vlog te zeggen. Dan opnieuw weer op Benny, de slimste. Hey Dimi, wanneer ga je eindelijk inzien dat Chrisje jouw integraal financieel aan het kapotmaken is? Ik zal dat nooit inzien. Hey weer. Weer ruzie met Chrisje? Nee. Wat, zit jij weer naar Zandhoven gereden? Waarom komt die niet gewoon zelf naar u? Omdat dat ik dat zelf eens wou. En als ik dat zelf eens wou, dan moeten jullie dat ook maar respecteren. Dankjewel. En nu sluit ik ook hier de vlog weer al bij af. Ik ga nu rustig en wel naar... familie kijk, want ik moet nog heel wat gaan zeg het heel snel gaan bijbenen. En als dat gedaan is, dan ja, gaat het ook alweer richting slapenstijd zijn. Want ik moet familie van donderdag, vrijdag, maandag zien en dan nog van die van vandaag, dinsdag. Dus dat is in totaal. Uurke, 2 uurtjes dat ik kijktijd nodig heb. En dan ga ik waarschijnlijk ook nog naar Enzo Knol kijken. En ook natuurlijk van mijn airhub drinken. En dan slapen. Jawel, dames en heren. Ik wil met dit hier eindigen. Daag. Wat ik jullie ook nog even toch wil zeggen, vooraleer dat ik volledig weg ben van deze QQQ&A vlog. Ik ga jullie ook de screenshots laten zien van de wandel vlogs, van hoe ver dat we allemaal hebben gewandeld. De screenshot van de
Ik ben heel snel aan het kijken van de 23ste. Oh nee, wacht. Eens even kijken, hè. Zat dat er ook bij? Van 18 mei. Oh, 18 mei. 19 mei. 20 mei. En 21 mei. Die gaan hierna deze fragment ook nog even voorschijn komen. En dan is de vlog volledig gedaan. Ik zal zeggen, kijk maar eens even goed naar deze leuke screenshots. En ik zie jullie allemaal morgen terug. Elke screenshot blijft 10 seconden staan. Dus dan weten jullie dat. Tot later. Yo, yo, yo. Nee, ik ga daar ook geen klein muziekje onder zetten. Gewoon screenshot steeds. Hier dan. Tot later. Yo, yo, yo.